Welkom bij een nieuwe aflevering van Bijlmerstijl. Het programma waarin we op pad gaan met twee helden uit Zuidoost. Ontmoet Vincent Reinders. Van Amsterdam tot Parijs, Brussel tot Londen. Zijn luisteraars tunen massaal in op zijn muziekplatform 22 Tracks. In eigen land maakte hij naam als radiohost voor Lijn 5 samen met rapper Jiggy J. En alsof dat niet genoeg is, runt hij zijn eigen kledinglijn Free Pants. Kortom, Vincent Reinders, ook wel bekend als Vince, heeft weinig slaap. A$AP Rocky, Kendrick Lamar, Kelly Rowland, maar ook Snoop Dogg konden niet ontkomen aan de lens van Ilja Meefout. Misschien wel de bekendste hiphopfotograaf van Nederland. Samen met jonge mediamakers nemen deze twee helden je mee naar plekken in Zuidoost die hen hebben geïnspireerd. Let's go! Zo, voor jou is het allemaal bij de radio begonnen. Ja, klopt. 10 jaar geleden eigenlijk. Ik verzamelde niks anders dan hiphopmuziek. En had een enorme collectie. En via via belandde ik op Amsterdam FM met lokale zender. Later was er een soort DJ Idols voor radio DJ's van BNN. Hey DJ heette dat. En zo kwam ik toevallig samen met Fernando van Funnix. Eigenlijk op de stapel in Hilversum. Mm-hmm. En kreeg ik de kans om daar een wekelijks hiphopprogramma te doen samen met Jiggy J. Dat hebben we bijna 10 jaar gedaan. Welkom bij jezelf, Vinnie. Dan bedenk je van ja, het radioformat is één, maar eigenlijk kan je het digitaal veel beter vertolken door gewoon playlists naast elkaar te zetten. Dus ik zag eigenlijk meer een soort gat in de markt die ik aan de DJ's heb verteld van hey, eigenlijk moeten we dit samen doen van zowel hiphop als reggae, als house, als pop. Allemaal op één platform gooien, dat was er gewoon echt nog niet. En de meesten zitten 5 jaar later nog steeds aan boord, dus iedereen staat er nog steeds achter eigenlijk. De eerste foto die ik tof vond, of goed genoeg voor een krant, wou ik gaan verkopen, maar ik wist niet hoe het werkte. En dat was Amsterdamse rapper Sugarcane. Daarna werd ik uitgenodigd om foto's te maken bij videoclips en bij andere concerten. Op een gegeven moment dan zijn er andere partijen die zien die foto's ook weer. En dan denk je van nou, als je daar een foto voor kan maken, kan je dat ook voor een campagne maken. En ik vind het eigenlijk heel tof dat er dan van zulke kleine plaatjes op internet hele billboards tot en met Beverly Hills zijn gekomen. Zo, we zijn nu bij Phonix en Vincent is er ook, dus let's go, we gaan een paar vragen stellen. Yes, yes. Zo, hoe is het meneer Reinders? Ja, ontspannen, lekker. Oké, lekker. Mag ik ook fans zeggen? Zeker. Ik hoorde zeg maar dat je een paar jaartjes geleden broke was. Het gerucht gaat zeg maar dat je eruit bent gekomen om je artiestennaam uit te lenen aan de Hagelslagfabriek. Hoe zit dat precies? Huh? Eerlijk, hoe zit dat precies? Nee, er is geen link met de Hagelslagfabriek, helaas. Nee. De naam is gegeven door een rapper die heet Terrylaxxed. En die noemde eigenlijk fans om zich heen. En toen hebben allemaal mensen mij zo genoemd. Dus het staat los van de hagelslag. Oké, dit was het. Je weet toch hoe we het doen, man. AT5, Phonix, volg. Hoi, jij komt ook uit Zuidoost. Waar ben je opgegroeid? Ja, klopt. Hierachter in Gein. Tot mijn 20e gewoond. En we staan nu bij mijn middelbare school. SGR, Rijksbos. 96 tot 2002 zat ik daar op school. En ik hoor, jij zat ongeveer iets eerder dan ik. Zat je daar ook? Ja, klopt. We hadden ook een hele ghetto kantine eigenlijk. We hadden eigenlijk geen eten, alleen broodje peper. Broodje dus het was gewoon een wit puntje met peper, zonder iets. 1 gulden, ja. Precies. Of een glas thee. Ik vond het nog lekker ook eigenlijk. Ja, dat is echt gek. Ja, mijn ouders wilden het liefst dat ik in het centrum ergens naar school ging. En ik wilde het liefst hier naar school. En daardoor
ben je gewoon met alle culturen en spreek je half Surinaams. En je eerste vriendinnetjes zijn Surinaams en je komt op Surinaams familiefeest. Je staat denk ik heel anders in het leven dan iemand die bijvoorbeeld in het Gooi opgroeit. Ja. We zijn nu op de set bij SGR. We gaan nu Ilja een paar vragen stellen. Goedemorgen, Ilja. Goedemorgen, man. Je bent een van de grootste hip-hop-fotografen. Je bent zelf in Amerika geweest. Maar waar heb je geen Wikipedia? Ik denk dat iemand anders die nog voor me moet maken. Maar in principe, als ik gewoon doorga, dan moet hij er wel op een gegeven moment komen. En ik heb al mijn eigen website. Dus als je iets wil zien, dat vind ik eigenlijk belangrijker. Weet je? Dat je gewoon mijn foto's kan zien. Dan een verhaal erachter. Of anders moet je me gewoon vaker interviewen. Dankjewel, man. Verder. Vincent, hoe hou je het zeg maar vol zo, al die tijd dat je al bezig bent en wat motiveert je om iedere dag weer nieuwe uitdagingen te zoeken of het nog beter te doen? Dat, Ja, het voelt voor mij niet eens als vol hoeven houden. Als je echt iets doet waar je achter staat of waar je heel veel energie uit haalt en dat kan van alles zijn. En voor de een is dat een muziekonderneming en voor de ander is dat boswachten. Maar als je elke dag opstaat en het voelt niet als je werkt, dan denk ik dat je het oneindig vol kan houden. En dan kan je het makkelijk tot je 80ste doorgaan. Het is wel eens, weet je, zijn wel mindere periodes of dat het even moeilijk gaat. Of dat er even geen opdrachten zijn. Maar het is niet dat ik dan denk van dan ga ik vakken vullen. Of dan ga ik, ik weet niet, ik ben dit eigenlijk ooit gaan doen omdat ik niet meer wou werken. Ik had een baan, of eigenlijk was het een bijbaan. Maar dat het op een gegeven moment mijn baan was geworden en toen heb ik die opgezegd en dan ben ik dit gaan doen. De enige eeuwige struggle is natuurlijk dat je niet aan het eind van de maand weet hoeveel er precies op je rekening komt. En dat is denk ik voor jou en voor mij wel de struggle van elke ondernemer. Dat je zelf onderaan de loonlijst staat. Alle andere kosten die komen eerst. Ja. En dan mag je blij zijn dat er eind van het jaar wat overblijft. We zijn hier bij Amsterdam Arena. We gaan Ilja nog een paar vragen stellen. Kom maar mee. De dingen die je doet laten me denken dat het de nieuwe moderne kleine Bonnie worden. Hallo. Ja, ben je weer. Ik wou je hand geven, oké. Wat betekent deze plek eigenlijk voor jou? Ik ben mijn hele leven bij Almermeer opgegroeid. Ik heb ook een bijbaan gehad eigenlijk hier in de bioscoop. Totdat ik op een dag genoeg ervan had. Want ik had mezelf wel opgewerkt. Maar ze wilden me die baan niet geven omdat ik een bepaalde opleiding niet had gedaan. Ben ik gewoon een keer midden op de dag weggegaan. En toen had ik net een maand eigenlijk of een paar maanden een goede camera. En toen dacht ik van ik vind het zo leuk. Ik kreeg goede reacties erop. Ik denk van oké, dan ga ik vanaf nu gewoon geld vragen voor mijn foto's. Vind je het ook wel zelf leuk om foto's te maken van beroemdheden? Ja, tuurlijk. Artiesten met wie ik werk zijn vaak artiesten van wie ik de muziek ook heel tof vind. Vijf jaar geleden ben ik 22 Tracks begonnen, een muziekplatform. En we zijn nu actief in Amsterdam, Brussel, Londen en Parijs. En we gaan een festival doen deze zomer voor het eerst. We proberen alles wat we nu doen eigenlijk steeds te verbeteren. Tof. Ja. En jij nog vol in de fotografie? Ja, ik ben nu bijna 10 jaar bezig en ik wil heel graag een overzicht maken van daarvan, zeg maar. En dan voornamelijk van de hip-hop artiesten die ik al die jaren heb gefotografeerd. En dat lijkt me heel mooi om daar een expositie en een boek van te maken. En dus dit wordt eigenlijk een jubileumjaar ook voor fotograaf Ilja. Ja.
plat plat en dit is een classic van de dip. In 1992 kreeg mijn maat er één. Een hip-hop baby, ben geboren in het jaar van Dre. Op muzikale jongen leek die op zijn vader leek. Zonder vader leeft en zijn lol en leed op de plaat bespreekt. Mama had weinig, maar we kwamen rond. Was mijn moeder, maar deed alles wat de vader kon. In de flat met z'n tweeën zonder piggy bank. Werd een kwa jongen in de buurt, homie, vind je het gek? Sinds toen ben ik met hippe cats. In de flash, kibbeleng, drie vinger gang. Hou ze hoog, kleine cirkel en ik hou hem zo. Minder is meer, in de kring wil ik geen squeers. We horen niks van die kletsers meer. De aanwezigheid wordt gerespecteerd. Ik geef het terug, want dan heb je meer. En maak je fouten, maar zorg ook dat je even leert. Ben je even scared, doe je het weer. Want je faalt automatisch wanneer je het niet probeert, man. Jongen, ik hou je hoofd hoog. We kunnen meer dan wegrennen voor de popo. Vat je dit? Dus hou je ogen van die zwakke shit. Ze laten je denken dat het alles is. Snap dat? Jongen, ik hou je hoofd hoog. We kunnen meer dan wegrennen voor de popo. Vat je dit? Dus hou je ogen van die zwakke shit. Ze laten je denken dat het alles is. Snap? Hou je ogen van die zwakke shit. Ey. Hou je ogen van die zwakke shit. Ey. Hou je ogen van die zwakke shit. Ze laten je alleen denken dat het alles is. Ey. Hou je ogen van die zwakke shit. Ey. Hou je ogen van die zwakke shit. Hou je ogen van die zwakke shit. Ze laten je alleen denken dat het alles is.